I'm looking for my family. Are you crazy? It's too dangerous. Hands! Hands? Mommy? Dory, of de Picasso's doktersvis, is een doktersvis. Picasso is verklaarbaar vanwege de strakke kleuren. Hè? De Pablo Picasso is natuurlijk een bekend modern schilder, kunstschilder. Dus de kleuren, daarom is de Nederlandse naam Picasso. Een doktersvis wordt verklaard door het feit dat het een familie is waar in de achterkant van de staart daar zit een scalpel. Dat is hun verdedigingswapen. Dat zit normaal plat, evenwijdig met het lichaam. Maar als ze zich aangevallen voelen of bedreigd voelen, dan gaan ze die scalpel 90 graden draaien. En daar kunnen ze enorm mee prikken. Echt mee slaan met de staart. En dan kunnen ze andere vissen, of je hand of wie dan ook, kunnen ze toch wel een beetje verwonden. Dory? Yes. Dory? Yes. You and I were friends! No. Vergeetachtig. Nou, kijk, vissen hebben niet zo'n hele lange termijn geheugen. Maar bepaalde dingen zijn ze wel weer heel goed in. Ik bedoel, als je ze steeds op hetzelfde moment voert, dan weten ze tijd. Dus dan hebben ze dat bioritme te pakken. Als de zee steeds dezelfde persoon de vissen voert, dan kan een dory, de Picasso doktersvis, die zal jouw gezicht herkennen. Als een klant over zou gaan tot aanschaf van zo'n postzegeltje, dan kan hij dat bij mij best kopen als hij een aquarium van 130 liter heeft. Dat gaat prima. Maar dan wordt er uiteraard bijgezegd van ja, maar dat aquarium moet minstens 400-500 liter worden. Dat is de minimale maat voor een Picasso doktersvis. Een ad hoc aankoop, impulsieve aankoop, dat is bij ons in ieder geval uitgesloten. Dat gaat niet gebeuren, dan blijven die visjes gewoon lekker zitten. Maar dat gaat dan geen succes worden.